good, Calvin. Mijn naam is Calvin, a.k.a. Calvin. En ik weet niet precies waarom. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, je hebt de blouse aan die Nina voor je heeft gekocht. Oh, is dat de N van Nina? Is dat de N van Nina? Nee, dat is de N van nee. Ik ga eerst even deze doos trappen. Ik trap deze doos precies tussen het wasrek en het bed door. Komt ie uit? 3, 2, 1. Oh my god. Oh god. Tot zover deze introductie. Ik ga jullie heel veel wat laten zien. Namelijk, ik heb natuurlijk een video geüpload waarin ik speeltjes heb gekocht voor Otje. Dat vond ze hartstikke leuk. En dit ding waren we vergeten. Dit ding zat er ook bij, maar we waren gewoon volledig vergeten om die in de video te doen. En uiteindelijk hebben we hem getest. En yo, Otje is verkocht, man. Ik heb Otje serieus gewoon verkocht aan iemand anders. What the fuck is dat geluid? Het is 2017, het is bijna 2018. Waarom hebben we nog steeds wasmachines die zo'n kutlawaai maken? Ik zal jullie heel even laten zien hoe wild Otje is van dit hele gele ding, man. Ik zeg je eerlijk, hij wordt lijp. Als ik überhaupt Otje kan vinden. Otje! Kijk, daar is ze. Ja, dit is een favoriete muisje, hè. Je schudt één keer dit ding en Otje is hier. Ik zeg je eerlijk. Ja, dat vind je leuk, hè. Ah, ja, dat vind je leuk. Soms apporteert ze. Ik zal even kijken of ze, er vandaag zin in heeft. Komt, ja? Pak maar. Oh, and she's gone. Kom maar terugbrengen. Oké, dat was een gefaalde missie. Ik heb dit ding gekocht en ze was hier helemaal wild van. Alleen op een gegeven moment vond ze het een beetje saai. Dus toen heeft Nina hem getuned. En ik zal even laten zien hoe dat is gegaan. Hier, je moet dit muisje hier omheen binden. En als je dat doet... Weeo, Otje is wild, hè, als dit lukt. Je gaat niet geloven. En het moment is daar. Dit is wel de meest rare opening van een video ooit, maar boeit me niet. Let's go. You can do this. You can do it. Oh. Leuk speeltje. Oké, klaar nu. Oké, what's good? We gaan beginnen met de video van vandaag. We gaan gewoon lekker zitten, man. Je dacht we doen hem staand, maar nee, mensen. Heske dit, man. What's good, y'all fam? We ready. We gaan vandaag weer even een leuke video maken. Jazeker, ik heb er weer onwijs veel zin in. Oh, wat een feest. Hey. Serieus, mensen, ik zeg je eerlijk. Kelsember is nog steeds gaande. Het is 30 december. Hey, yo. 30 video's gemaakt. 30. Doe even normaal, vriend. Hoe kan ik 30 video's aan één stuk door hebben gemaakt? Ik wist niet dat ik dat kon nu. In mijn leven, man. Kijk, het hele leven draait gewoon om dingen bereiken, toch? En vandaag is het gewoon gelukt. Het is gelukt. 30 video's op een rij. Morgen 31. De allerlaatste video. De klapper van de aap is niet normaal. Als we vandaag binnen 24 uur 15.000 likes halen, dat betekent dat we morgen de allerlaatste video van Kelsember, video 31, de meest epische video tot nu toe. Dat is oprecht de video waar ik het meest trots op ben. Hij is nice, joh. Ik ga jullie nog niet vertellen wat ik ga doen, maar hij is zo... Ik ben zo trots op die video. Je kan het niet geloven. Ik kan het echt niet geloven. Dus like alsjeblieft deze video. Vraag al je vrienden, al je vriendinnen om deze video te liken. Want als we 15.000 likes halen binnen 24 uur. En het is vaak genoeg gelukt, mensen. Ik heb deze maand vaak genoeg video's geüpload die binnen 24 uur gewoon 15.000 likes halen. Die gewoon binnen 10 uur al 15.000 likes hadden. Dus... We gaan door met het onderwerp van vandaag. Namelijk, ik ga kijken of ik achterstevoren YouTubers kan raden. Maar dan... Wat gaan we doen? Ik heb allemaal fragmenten van YouTubers verzameld. Of eigenlijk laten verzamelen door iemand die dat doet. Want als ik het doe, dan heb ik al, dan weet ik het al. En van nee. Nee. Ik heb fragmenten van YouTubers laten verzamelen. Maar dan zeg maar audio en dan achterstevoren. Dus dan is het bijvoorbeeld als ik dit stukje heb gezegd. Dan zouden we hem nu andersom kunnen doen. En dan hoor je alleen het geluid. En dan moet je dus raden. Hé, wie was dat eigenlijk? Nou, dat is Calvin. En dit is echt zo'n challenge waarvan ik niet weet. Of het heel makkelijk is. Of het onmogelijke. Of gewoon een leuke video. Ik denk dat dit heel makkelijk is. Dat denk ik serieus. Eigenlijk is het gewoon elke stem van een YouTuber. Maar dan andersom. En dan kun je op zich wel raden wie het is. Want je hoort gewoon die klank. En ik ken eigenlijk alle YouTubers wel gewoon goed. Dus ik weet ook wie welke stem heeft. Hey, I got this, man. Ik ga voor de beste score ooit. Ik ga voor alles goed. Dat op 30 december. De ene laatste dag van dit jaar. De kans bestaat dat ik een challenge volledig goed heb. Vind ik ongekend. Dat die kans bestaat en dat ik die kans vrij groot acht. Dat is echt mijn life. Ben je nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Join de Calvin. Abonneer op Calvin. En we hebben al 600.000 abonnees behaald. Dus dank jullie wel daarvoor. Hey, ik moet gewoon bijna huilen. Want 600.000 mensen is niet normaal. Ik heb 10 fragmenten, laten we luisteren naar de allereerste. I'm ready, man. Easy. Easy as fuck. Dit is... Easy as fuck. Acid. Dit is Nathan Acid. Ik weet 100% zeker, man. Ik weet het echt 100% zeker. Hij praat zo. Ik kan zijn stem gewoon redelijk goed nadoen. Waarschijnlijk ziet hij dit en dan denkt hij... Hey, oké, okay, je moet echt je bek houden. Oké, ik stop al. Ik zet al mijn geld in op Nathan. Welkom bij een nieuwe video, boys. De boy gang wordt groter.
Wat weet je van Calvin met zijn kusjes die hij gewoon neelt? Hey. 1/10 is volbracht. Oké, we gaan door met de volgende. Ik voel de pressure. I'm feeling the pressure. Ik hoop dat hele Calvin gewoon zit te kijken en hoopt van... Oh man, ik hoop dat deze gast alles haalt. Want ik gun het hem gewoon zo, man. Hey, yo. Ik heb de hele maand fucking hard gewerkt, hè, om 30 video's te maken. 31 video's. Dus ik verdien dit, oké? Okay? Ik vind dat ik dit verdien, gozer. Ik ben nu al miljonair. Nou, dat is wel populair. Ja, ik weet het. I got this. Geolatoy. Dat hoor ik gewoon aan deze hoogte van de duim. Als je die stem achter tevoren afspeelt, dan klinkt het gewoon nog steeds verneukt. Oh, man. Dit was een roast van Geo. Hammer high. Hey, Geo, man. You got this. Hey, man. Je weet niks, man. Got this challenge under control, man. 2 van de 10. In the pocket. Oké, we gaan door. Fragment nummer 3. Morgen, we willen gaan draaien. What? Nee! Ik had verwacht dat deze challenge dat ik gewoon dit allemaal hoorde en weer... Ah, man. Wie is dit? Oh, I mean a guy. Godverdomme, ik was zo hyped, man. Ik dacht, ik ga dit gewoon doen. Oké. Okay, ik ga voor Joost. Eenhoorn Joost. My boy, my man. Ik hoop zo dat dit goed is. Hello. Yeah! Hey. Je weet niks. I am a happy man. I'm a very happy... Man, dat was... Ja, dat was niet makkelijk, gap. Deze challenge is moeilijker dan gedacht. Ik was niet helemaal zeker, maar ik hoorde het gewoon een beetje op basis van de muziekjes en door Joost de brakke stem. Oké, okay, I got this. Nog steeds 100% goed. Enzo Knol. Ik voel het. Ik voel het aan zijn aura. Ik voel het aan zijn vibe. Ik voel het aan zijn stembanden. We gaan. Enzo Knol. Geen twijfel over mogelijk. Dus ja, daarom hebben we deze video even gemaakt om alles duidelijk te hebben voor je. Wat wil je dan? Fuck wil je dan? Eerlijk, wat de fuck wil je dan? I got this in the pocket, dude. Ja, ik heb nog steeds een ik vind het zo trippy shit altijd. Ik denk dat het Jill is. Ja, dat denk ik. Ik kon het een beetje op basis van haar krakende stemmetje horen. Ik weet niet of dat een compliment is of een belediging. In beide gevallen, het spijt me. Dit is Jill, man. Ik weet het. Hoi, en welkom bij een nieuwe video. Hey, man. We zijn op de helft van de challenge. Helft is goed. Helft is nog niet goed, maar die gaan we wel even nailen. Oh, mensen. De dag is hier. Dat ik gewoon voor het eerst een challenge gewoon volbreng. Wow, ik wil gewoon bij de BMW. Yo, wat is het moment dat ik weet? Het Yo, shiny en magia. Serious, niet meer voor jou. Het blijft nog niet schatselen. Groene grafjes, je moest doen. Hey, kut! Ik heb gewoon geen idee. Zero idee. Fuck! Moest doen. Dit is geen magia, moe. Fuck! Dit is karma, man. Ik ging er al gewoon van uit dat ik deze shit geneeld. Ah, oh, man. Kom op, nog even. Op een gegeven moment zegt hij iets van groen of zo. Iets met grr. Groene grapjes, je. Ik weet niks, man. Fuck, ik dacht eerst Hanwee, hè. Ik dacht Hanwee, maar toen dacht ik toch niet. Of wel? Is het Hanwee? Of zijn die in kut! Ah. Maar ik ben zo vastberaden om dit gewoon goed te doen, hè. Het is bijna eng, man. Ik ga voor Jeremy. Fuck it. Ik denk dat het Jeremy Frieser is. Ik ken die gast eigenlijk helemaal niet. Ik heb eigenlijk nog nooit echt een video van hem bekeken, maar ik denk serieus, op basis van wat ik hoor, dat het hem nog wel zou kunnen zijn. The heartbeat is unbelievable, man. De tien koos krr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 
zin. Godverdomme. Net het moment dat je denkt dat je de wereld aan kan. Net het moment waarop je denkt, weet je wat? Ik ga dit gewoon doen. Het moment is daar. 2017 is echt mijn beste jaar tot nu toe. Dan komt DutchTuber even om de hoek kijken, hoor. Ja, hoor. God, 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 God. Oké, we gaan door met het volgende fragment. Even gezellig. Wat is happening? Hoezo is het ineens zo moeilijk, man? Waarom is alles in één keer zo fucking moeilijk? FIFA-losofie. Ik zeg maar wat. Ik denk dat het FIFA-losofie is. Een hele goede dag, mensen. Het is een heel leuk... Godverdomme is het beter. Kut. Man. Ga gewoon nog voor de eer. Ga ik die laatste twee gewoon even pakken. Juist, ik herken het meteen. Sophie, het is gewoon een soort van half brakke, dronken stem die twijfelt of ze nog wel wil leven of niet. Dat is typisch Sophie. Sophie, niks persoonlijks, hè. Hallo internetvrienden, daar was ik. Daar was ze weer, hoor. Hoi internetvrienden, daar was ze weer. Het is Sophie Milzink. You don't even know. Oké, prima, Kelvin. Zeker niet Hanwee. Ja, het is Hanwee. Ik hoor het gewoon. Ik voel het gewoon in alles. Ik heb gewoon meteen zin in rijst gewoon. Ik weet zeker, het is Hanwee. Goedemiddag iedereen, gewoon terug bij een nieuwe video. Hey, je weet niks, man. Je weet niks. I got this, man. Oké, we zijn aangekomen bij de allerlaatste. Als ik deze goed heb, heb ik nog een soort van eer. Ja, dan gaat ze even.
Ja, het was afgezien, maar in de zomer gaat les wezen. Ja, ze zit mijn huidige rekening, ze gaat niet worden zeurt, dan moet ze niet weggaan. Het is niet makkelijk. Harry boys, ja, ze willen mee, maar dat gaat niet makkelijk. Dit is een soort van gast met een zachte G, dat hoor ik. Ja, het was afgezien, maar in de zomer gaat les wezen. Ah joh, ik heb geen flauw. Ik weet gewoon niks meer zeker, man. Ik was hype. Ik heb geen idee meer. Ja, dames en heren, vandaag is het tijd voor een nieuwe... Wee, joh, sinds wanneer heb jij zo'n lage volwassen stem, man? Ah, ja, man, tuurlijk, ik heb het gewoon fout. Morgen komt er een video online. Dat is eigenlijk de video waar ik het meest trots op ben ever. Want ik heb er super veel werk in gestoken. Ik kijk er gewoon nog steeds met zoveel lol naar. Ik heb hem echt al 1000 keer gezien. Morgen komt hij online. Hij is nice. Ga sowieso klaarzetten om 12 uur. Ik ga hem gewoon om 12 uur droppen. Mits we het aantal likes halen. Namelijk 15.000 binnen 24 uur. Let's get it, man. Let's go. Geen stress, geen gedoe. Let's go, man. Bedankt voor het kijken. Volg me op Instagram. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Ik zie jullie morgen. En dan zien we gewoon Kelp Fam. Let's go.